Yo, boys en girls, fijn dat jullie nog kijken. Dit is deel 2 van mijn Frankrijk-sessie. En ik zou zeggen, ga lekker ervoor zitten en ga genieten. We gaan verder waar we zijn gebleven. Dat was Harry Haak in actie. Boy Harry Haak, en hij is gek aan het drillen, man. Die vis heeft er goed zin in. Hij is zeker al 20 minuten bezig. Deze vis neemt elke keer weer lijn. Je denkt dat hij er is en dan gaat hij gewoon weer. Krachtpats, jongen, blijf maar gaan. Boys, je weet, je boys nog steeds in Frankrijk. Met Harry Haak, maar je weet, je bent niet in Frankrijk geweest als je niet bij de McDonald's geweest bent, man. Even snel, even ontbijtje scoren. Geen enge dingen. Leg ze uit, man. Praat even Frans met ze. Kijk, wat Big Tasty? Zie je Big Tasty? Zie je fucking Big Tasty? Nee, man, geen Big Tasty. Wat is dit nou weer, man? Ik wil liever die bar dame, die bar dame. Kijk eens, ach, tussen ons door, kijk eens tussen ons door. Woeie! Hier, even snel de voeten inslaan. Ik ben hier met je boy Harry Haak. Even in die Franse McDonald's, je weet toch? Ja jongens, fijn dat jullie nog kijken. Kijk wat ik hier heb. Ik heb weer een 30 plus visie. We zijn lekker los aan het gaan in Frankrijk. De vissen zitten lekker goed op het aas. Ze komen regelmatig naar boven. Mijn mattie Benny, mijn mattie Haak. Harry Haak, ze zijn allemaal aan het slapen, maar de boy slaapt niet. Ik blijf gewoon doorgaan. Als er iets afgaat, ik sta op. Je weet zelf. Kijk eens. Ja, ik ben echt suf vandaag, maar ja, kijk wat er allemaal uitkomt, man. Ik ben er echt blij mee, man. Eerste keer in Frankrijk en de boy blankt niet. Je weet, ik ben op enge dingen, man. Dek je vis, maatje. Water. Lekker visje, hoor. Even op adem komen. 15 kilo plus. Diep in het zuiden van Frankrijk. 2017 dingen. Eng. Eng. Goedenavond, boys en girls. Kijk eens, het is je boy en hij heeft een 20 kilo spiegel hier zo. Mijn armen zijn al verzeerd van het foto's maken, maar kijk wat ik heb hier zo, maar eng. Dit zijn de betere vissen, man. Tegen de 20 kilo aan, kijk eens. Een nieuw PR voor de boy. We zijn op gekke dingen, man. Thanks voor Bassie, je weet toch. Love voor jou. Harry Haak is aan het slapen, zoals altijd. Als je hem nodig hebt, is hij er niet. Dat maakt niet uit. Kijk wat we hebben. We zijn voor goud gegaan, man. Lekker bezig, man, Bassie. Nou, deze jongen mag weer terug. En dan gaan we kijken of ze nog wat kunnen vangen. Water. Goedemorgen, boys en girls. Ik ben nog steeds in Frankrijk en ja, ik heb vannacht weer 4, 5, 6 mooie visjes mogen pakken. Allemaal 30 plus. Eentje zelfs tegen de 20 kilo aan. Nieuwe PR voor de boys. Gelukkig waren die boys knock-out als ik een emmer water s'nachts over me heen gehad. En dat willen we natuurlijk niet. Ik ben hier eventjes bij het hok. Ik ga even mijn telefoon opladen. Ah, trouwens, ik ga gewoon een accu erin gooien en ja, zo. Dit is het koelcel en alle elementen, weet ik veel wat hier allemaal staan. Maar ik ga even mijn telefoon opladen en zo. En dan zie ik jullie zo terug, man. Ik loop hier ongedoucht, man. Harry Haak in de berg. Die man heeft nog nooit van zijn leven gedoucht. We zitten hier bij een of andere fucking electric lekker, man, big shop. Man. Wat gaan we hier doen? Stel in Amerika even nog wat te drinken, wat te eten halen. Vlees. Even wat te drinken halen, even wat te eten halen. Voor de barbecue, je weet het. Even die kippetjes. En daarna ga ik weer slachten, man. Jullie hebben het kunnen zien. Ik heb vannacht weer 5, 6 vissen gepakt. Allemaal boven de 15 kilo. Eentje van de onder. Ik denk kilootje of 11, 12, maakt niet uit. Maar die gaf ook als een beest. En nu ga ik even in die gekke winkel. Kijk hem. Electric booby dingen. Deze supermarkt is shit, man. Ze verkopen alles. Fietsen, banken, trouwringen. Photoshop zit hier ook gewoon in. Hey, je hebt hier alles, man. Ik zie zelfs hier een of andere Hans Anders. Ik weet niet, als je bril kapot is, kan je gewoon je bril hier laten fixen. Hier hebben ze alles, man, gek. Ze hebben zelfs uitsmijten hier zo, man. Wat doet die uitsmijten hier? Moet je gefouilleerd worden.
Moet je gefouilleerd worden? Nou, hoeft niet. Hij zag niks. Oké, is goed. Je hebt hier zelfs de blokken in de supermarkt. Je kan gewoon een senseo-apparaatje kopen. Wil je een koffietje? Moet je zeggen, hè? Dan pakken we gewoon een koffietje. Geen stress, man. Barbecue'tjes. Lekker, man. Slippers. Een paar mooie slippers voor Bassie. Een paar roze. Van die leuk vinden. Kijken, nou, ik ga even mijn dingen halen, mijn boodschappen, ben ik terug. Nee, deze week is echt super groot, man. Eng. Ik heb nog nooit supermarkt zoals dit gezien. Boys, het is weer een boy. Kijk, die heeft hier zo een Franse pannenkoek, man. Hij heeft er goed zin in. Maar hij niet alleen. De boy ook. We gaan even goud deze dagen. 30 graden hier zo, als het niet warmer is. Maar de boy pakt hier weer een lekkere spiegel. Kun je dit zien? Eng! Wat een mooie visie dit hoor. Kijk eens jongens. Eng! Mooie spiegel aan de lijn, ik weet niet hoe zwaar die is. Ik denk niet de topspiegel, want ik heb gisteren echt een zware 20 kilo spiegel gevangen. Maar ik denk dat deze niet ver uit de buurt ligt. Ik heb er goed zin in. Kijk als je dat alleen wil, moet ik het net pakken en even schieten weg. Ook, ga ik hem maar even net staan. Dat is handig. Goed zin in, jongen. Ga je, dan wil je weer die andere lijn hebben. Goed zin in. Fijn dat jullie nog kijken, dames en heren. Deel 2 is helaas hierbij geëindigd. Deel 3 gaat eraan komen. Ik heb nog veel beelden, dus hopelijk pas alles in deel 3. En dan hebben jullie heel mijn trip meegekregen hoe het in Frankrijk was. Deel 3 gaat uiteraard verder waar deel 2 geëindigd is. Dus zie jullie volgende keer. Vergeet niet te liken en te abonneren. En tag je vismaatje. Want de boy gaat alleen voor goud deze dagen. Later.